genezing. Hoe zit het dan met Ananias en Safira? Die vielen dood neer. Nou, dit is een vraag die ik wel eens heb gehad. In deze video wil ik niet het hele verhaal uitleggen van Ananias en Safira. Waarom gebeurde dat? Waarom stond God dat toe? Waarom deed God dat? Ik wil je in deze video alleen laten zien waarom het verhaal van Ananias en Safira voor jou geen reden mag zijn om te geloven dat God jou niet wil genezen of ook maar iemand niet wil genezen waar jij voor bidt. Ik vind namelijk zo bijzonder aan het verhaal van Ananias en Safira de context waar het in staat in de Bijbel. Het staat namelijk in Handelingen hoofdstuk 5. En in Handelingen hoofdstuk 5, daar lezen we vanaf vers 1 over het verhaal van Ananias en Safira. En je kent het verhaal waarschijnlijk wel. Ananias komt binnen en ze hebben gelogen, ze liegen over... He, ze hebben een stuk grond verkocht en dan willen ze dat geld aan de apostelen geven. Zeggen ze, nou, voor dit bedrag hebben we het verkocht. Maar ze hielden een deel achter. Nou, ze hadden vrijheid om een deel achter te houden, maar ze besloten bewust om te liegen. En dan eerst Ananias en later Safira, die komt binnen. En op het moment dat ze liegen en Petrus ze confronteert, vallen ze dood neer. En het eindigt, laten we even het laatste stukje lezen, vers 10. Handelingen 5, zij, Safira viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En die jonge mannen die Ananias hadden weggedragen, droegen haar ook weg. En dan vers 11, er kwam grote vrees over heel de gemeente en over alle die dit hoorden. Let op, vers 12. Want je moet soms even doorlezen om de context te zien. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. Het eerste vers daarna gaat er over genezing, over wonderen en over tekenen. En dan staat er, er werden er steeds meer toegevoegd in de Heere geloofden, vers 14. De zieken werden naar buiten gedragen, vers 15. Op straten gelegd, op bedden en lichtmatten. En Petrus liep voorbij, vers 16. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. En men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden. En zij werden allemaal genezen. Handelingen 5, vers 16. Nou, dit vind ik zo bijzonder. Meteen na het verhaal van Ananias en Safira, in de verse daarna, lezen we over wonderen, tekenen, genezing en dat iedereen werd genezen. Ik geloof dat de Heilige Geest dit zo in de Bijbel heeft geplaatst, zodat het nooit, dit verhaal nooit een blokkade zou kunnen zijn. Mensen dit verhaal kunnen gebruiken als argument tegen genezing, omdat een paar versen later staat dat iedereen werd genezen. Dat is het plan van God, dat is de wil van God. Ananias en Safira was een uitzondering, was een unieke situatie die we goed kunnen verklaren. Maar dat doe ik in mijn boek God geneest altijd, daar geef ik nog wat meer uitleg erover. Dat wil ik niet doen in deze video. Als je meer wil leren, kan je dit boek gratis bestellen in de webshop op frontrunners.nl.